Je zal het misschien hebben over Phil Taylor, die er helemaal mee gaat stoppen, zo blijkt, mannen. Ja, het is sowieso jammer, maar ik snap hem ook wel. Het is niet meer de Phil Taylor die het geweest is. Voor hem is het ook frustrerend om wedstrijden in te gaan en weten dat hij waarschijnlijk gaat verliezen. Waar dat hij vroeger altijd zo ijzersterk in was en waar dat hij mentaal heel sterk in was. En hij wil gewoon de fans niet langer teleurstellen. Nou, ik snap ook wel, als je zo'n groot kampioen bent, ik heb het al in een eerdere aflevering van ons gezegd, het is een beetje pijnlijk, is het. Ik hoop echt dat hij inderdaad dat hij zijn pijlen neerlegt, wat hij nu dus gaat doen. En dat hij Adrian Lewis gewoon gaat helpen voor een waanzinnige comeback. Dat zou ik veel mooier vinden dan dat hij elke keer zo kansloos toch wel verliest op de Senior Tour. Ja. Nou, ik zou het ook niet erg vinden om even een reisje te maken naar Engeland en gementord te worden door Phil Taylor. Nee, het kan slechter inderdaad. Ja. Ja. Maar hij gaat gemist worden, beste mensen. Zeker, Phil Taylor, zeker. the GOAT Ja. of the Dart.